In Natuurmuseum Friesloon is vanaf zaterdag 12 november de tentoonstelling Het aan het stedt en aan het tiet te zien. Het is Noors voor een andere plaats, een andere tijd en geeft een overzicht van het werk van Esther van Hulsen. Deze paleo-wildlife artist is afkomstig uit Leeuwarden, maar woont in Noorwegen waar ze onder andere werkt voor het Natuurhistorisch Museum in Oslo. Hoogtepunt van de expositie is een tekening van een fossiele inktvis die op een bijzondere manier tot stand is gekomen. Esther, een overzicht naar tentoonstelling van jouw werk. Jij maakt voornamelijk dieren. Ja, klopt. Ja, nu levende en uitgestorven dieren. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ik heb als kind heel veel getekend, als baby al. altijd dieren geweest. Ik weet niet helemaal waarom, maar dat is mijn favoriete onderwerp. Ja, wat trekt je daar zo in aan? Ja, ik vind het heel spannend. Ik heb altijd dieren getekend. Dus ik kan voor die uitgestorven dieren eigenlijk de kennis gebruiken die ik heb opgedaan. Hè, door het veel tekenen en kijken naar dieren. En het leuke is dat je bij uitgestorven dieren een beetje kunstzinnige vrijheid hebt. Want we kunnen niet altijd weten hoe ze er precies hebben uitgezien. Sommige fossielen zijn niet zo goed bewaard gebleven. Hebben alleen een stukje duim of een stukje een tand. We weten de kleuren niet precies. Dus ja, dat vind ik heel spannend om daarmee dan te proberen toch een geloofwaardig dier te creëren. En dan staan we hier bij een inktvis. Daar zit ook een bijzonder verhaal aan. Klopt, ja. Ja, dit is een heel oud fossiel, 95 miljoen jaar oud. Een heel goed bewaard gebleven fossiel, wat bijzonder is voor een inktvis, want het bestaat vooral uit water. En als dieren doodgaan, is eigenlijk de vochtige delen vergaan als eerst. Deze inktvis is zo mooi bewaard gebleven dat ook de inktzak, zoals dat heet, is ook bewaard gebleven. En dat is heel bijzonder. En daarmee heb ik dan de inktvis getekend. Ja, want het gaat om deze inktvis. Die is dus gevonden en je denkt van, nou, ik maak hem dus met de inkt, ja, met zijn eigen inkt. Wel een opmerkelijke methode. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, vond ik wel heel spannend ook. Ik kreeg de inkt in een heel klein potje en het was een beetje poeier. Het is heel weinig, je niest een keer en het is weg. Ja. Zo van, nou, alsjeblieft, teken er maar mee. Dus het was ook spannend om te kijken of het op zou lossen in water. Wat het goed deed en de pigmentwaarde is heel hoog, dus ik heb heel veel pigment erin en ik hoef er niet zoveel van te gebruiken. Dus, en het is heel bijzonder dat zelfs de sepia kleur is bewaard gebleven. Dat wou ik net zeggen, want het is een beetje, je krijgt een beetje sepia effect. Ja, want sepia, de naam sepia komt ook van een inktvissoort, waarmee ook vroeger mee getekend werd met de inkt. En die kleur heeft dus inderdaad die naam. Dus het is ook echt sepia kleur, ja, heel bijzonder. Ja. We zagen je al even met dat potje met dat inktvis inkt erin, dat poeder. Je zei al van het is niet zoveel, het raakt een keer op. Ja, het is ik denk nog deze tekening, misschien nog eentje en dan is het op. En dan, het is één keer eerder gedaan, ergens in 1800, 1890 geloof ik of zo. Lang geleden, ik weet die tekening is volgens mij ook niet bewaard gebleven. Dit is eigenlijk de eerste keer weer in 130 jaar dan. Ja. Zo'n dier herschapen met zijn eigen inkt, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, vind ik wel spannend.